De BVV Barendrecht krijgt op het gezellige sportpark De Bongert bezoek van de profs van Go Ahead Eagles. Maar beginnen uitstekend. Wat heet, nemen de voorsprong via Daniel Esaias. Het is al de vierde jaar op rij dat Barendrecht tegen een profclub heeft geloot. Twee keer Excelsior, één keer Groningen en nu Go Ahead. En dan staan ze voor, maar dat duurt niet lang. Paasje van Beltrame op Pieter Langendijk en dan is het 1-1. En heeft Go Ahead de orde weer hersteld. Go Ahead dat in de Super League slecht draait en een overwinning goed kan gebruiken. Sam Hendricks weer op aangeven van Beltrame met de 1-2. De amateurs van Barendrecht doen er echt alles aan om langs zij te komen en worden hier niet geholpen door scheidsrechter Sander van der Eijk. Want die geeft Jorik van Delen voor dit knullige incidentje een rode kaart. Ja, dan gaat het natuurlijk niet lukken op de Bongert. De voorsprong dus van Go Ahead die nog verder wordt uitgebouwd. Want Sam Hendricks heeft zijn oude vorm weer te pakken. Het eindigt in 1-3, Barendrecht uitgeschakeld. De Eagles door naar de volgende ronde.